Hey, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben dus Madeline en het is weer de 30ste van de maand. En dat betekent bij mij dat ik altijd een mukbang doe. Nu heb ik het tot nu toe altijd gewoon met chocolademelk gedaan. Maar ik dacht, omdat ik best wel veel comments kreeg op de vorige video's van een mukbang is toch met eten, heb ik speciaal voor jullie pasta pesto gehaald. We gaan het wel eerst openmaken. En ik heb hier een vork. En we gaan eerst gewoon eens naar de taste test doen voor we over de mukbang beginnen. Vandaag gaat de video over drugsgebruik of over drugs überhaupt in het algemeen. Ik laat jullie altijd via mijn Instagram mee bepalen over de onderwerpen die ik bespreek en de zijonderwerpen. Dus ook nu hebben jullie via Insta weer zijonderwerpen en vragen kunnen insturen. Ik heb er letterlijk nog nooit zoveel gehad als nu. Dus blijkbaar is drugs ook iets wat jullie willen dat ik bespreek. En bij drugs heb ik ook alcohol. Hoeveel drink je gemiddeld per week en hoeveel bij een feest of première? Gemiddeld per week verschilt enorm bij mij. Ik ben natuurlijk 19, dus ik mag legaal dat drinken. Maar het gebeurt ook dat ik soms gewoon 2-3 weken niet drink. Alleen inderdaad, zoals je al zegt, bij een feest of première, dan ga ik los. Maar dan probeer ik er meestal ook bij maximaal 3 drankjes te houden. En met drankjes bedoel ik dan wijn en bier. Shotjes zijn er vaak wel meer. Ik was bijvoorbeeld thuis op beurs in februari. En daar heb ik gewoon binnen een uur 13 shotjes naar binnen gegooid. Dus het verschilt enorm. Soms drink ik een paar weken niet en dan ineens kan het veel in één keer zijn. Maar ik ken mijn grenzen en zodra ik bijvoorbeeld een beetje duizelig begin te worden, stop ik dan ook. Dus meer dan aangeschoten ben ik ook nog nooit geweest. In dat opzicht ken ik de grenzen. Maar dat komt denk ik ook, mijn vader heeft vroeger een alcoholprobleem gehad toen ik klein was. Dus ik denk dat ik daardoor ook wel de verkeerde kanten ervan heb gezien, zeg maar. Goed, dan. Heb je het zelf wel eens gebruikt en wat vind je van de gevolgen van drugs? Drugs heb ik nog nooit gebruikt. En de gevolgen, ja, weet je, iedereen moet lekker doen wat hij wil. Ik bedoel, ik ben ook 19, ik reis ook heel veel. Ik vind hem daar dus ook niet altijd leuk. Maar goed, ik vind het dan niet verstandig dat mensen dan nog achter het stuur gaan kruipen en zo. Ik vind dat daar wel beter van gehandhaafd mag worden. En dan heb je natuurlijk ook nog een verschil in softdrugs en harddrugs. Zoals ik al zei, iedereen doet lekker zijn ding. Ik begin er toch niet aan. Met softdrugs kan ik nog snappen. Harddrugs, ga alsjeblieft te bed liggen. Op welke leeftijd begon je met drinken? Ik was 15 toen ik mijn eerste drankje op had. En vanaf mijn 17e ging ik meer drinken in het theater bij premières en zo. Maar dat komt ook omdat we toen midden in de eerste een leuk avondje uittoer zaten. Waardoor ik best wel veel in België zat voor Miro. En in België mag je legaal drinken vanaf 16. Dus daar mocht ik op dat moment al legaal drinken. En ja, een half jaar later werd ik 18 en toen mocht ik legaal gaan drinken. Maar mijn eerste drankje was toen ik 15 was volgens mij. Misschien net 16. In ieder geval op een illegaal moment. Wat is je favoriete cocktail? Mojito en Sex on the Beach. Heb je een alcoholverslaving gehad? Nou, ik dus niet, maar mijn vader vroeger wel. En zoals ik net ook al zei, daardoor heb ik dus juist geleerd hoe ik ermee moet omgaan. Ook al heb ik ook trouwens een overgehouden. Wat te doen als je gedrogeerd wordt? Sowieso altijd zorgen dat er iemand is van vrienden of familie die weet waar je bent als je in je eentje bent. Ik probeer bijvoorbeeld ook met theater en zo vaak mogelijk met vrienden te gaan. Ook vrienden die niet altijd in de vlogs willen, dan merken jullie het niet, maar er zijn er wel vrienden van mij bij. Zodra jij je niet goed begint te voelen, gelijk om hulp gaan vragen. Sowieso je drankje beschermen. Dus niet zomaar ergens open laten staan of zo. En verder proberen rustig te blijven. En dus in ieder geval iemand te waarschuwen. Wat is je leukste aangeschoten / dronken verhaal? Weet je me nog toen mijn tas is gestolen in Antwerpen 1,5 jaar geleden bij de Vlaamse première van Een Leuk Avondje Uit? Toen was ik aangeschoten. En ik was al duizelig toen ik nog bij Miro stond. En toen ging ik daarna dus terug naar het station. Reden de treinen niet meer, dus moest ik in het station wachten. Maar op een gegeven moment werd ik dus zo duizelig en misselijk dat ik naar buiten ging. En daarbuiten is toen mijn tas gestolen. En verder, alcohol werkt bij mij ook best wel gek. Want ik kan bijvoorbeeld eerst heel erg rustig zijn en dan ineens heel druk van de alcohol. Of juist eerst heel druk en dan ineens heel rustig dat de moe vermoeidheid inkikt. Wat is je mening over wiet? Weet je, ieder zijn ding. Ik begin er in ieder geval niet aan. Van welk drankje word jij het snelst aangeschoten? Vorig jaar was ik met Eline in Frankfurt voor een leuk avondje uit, dus Miro. En toen zaten wij s'avonds in ons hotel. En toen gaf de ober ons heet het alcohol rond. En toen heeft hij ons een of ander champagneglas gegeven met een shotje, een groot shotje. In ieder geval niet gemixt drinken. Het was geen champagne, maar die was best wel sterk. En op een gegeven moment heb ik Eline ook naar onze hotelkamer moeten slepen bijna. Terwijl ik ondertussen ook een beetje duizelig was. En verder hoef ik ook niet te proberen om een hele fles Smirnoff of zo in één keer achterover te gooien. Hier zijn een paar honden om aandacht aan het vragen. Goed, nu heb ik eigenlijk de belangrijkste vragen al wel doorbesproken. Maar, heb ik mijn eten nog niet op? Want er zijn wel heel veel vragen, maar het is vooral heel veel van gebruik je drugs, heb je drugs gebruikt? Dus ik denk dat ik daarbij alles heb besproken en beantwoord wat jullie vroegen. Begin
niet zomaar aan drugs, alsjeblieft. Zie deze video niet als, oh my god, ik moet aan drugs beginnen. Ik moet aan alcohol beginnen. Nee. Probeer zo lang mogelijk bij weg te blijven. Als je dit video wel leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal voor meer video's. Druk ook meteen op het belletje naast de abonneerknop, zodat je nooit meer een melding van mij hoeft te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Laat in de comments weten wat de video's hebben met zien in mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei doei!